volgende week zaterdag kan er heel veel gefietst worden in en rondom Zwolle. Allereerst gaan we het hebben over de Bike Challenge. Die is in het Westerveldse Bos. Aan de telefoon heb ik Erik Paul van der Kolk. Wat moet ik me voorstellen bij een Bike Challenge? Nou, de Bike Challenge, dat is een dat is een techniekparcours die we op het in het Westerveldse Bos uitzetten. En het, over het bestaande motorbikeparcours wat er al ligt, dat is een uitdagend rondje van zichzelf al. En dat techniekparcours dat vullen we nog eens aan met een aantal obstakels. En dan moet je denken aan een waterbak waar je met je fiets doorheen rijdt, een evenwichtsboom. We hebben een boom door midden laten zagen. En daar moet je met de fiets over balanceren. En een vrachtwagentrailer waar je doorheen fietst. Dus allemaal spectaculaire obstakels. Ja, want het parcours neerzetten. Ja, want dat rondje, dat heeft iedereen op een mountainbike in Zwolle al wel 1000 keer gefietst. Dat valt nog wel mee, toch? Ja. Ja, dat inderdaad. Dat kan herkenbaar zijn, hè. Dat is een herkenbaar stukje. Dat is een heel klein rondje die je vaak meerdere keren fietst om aan de kilometers te komen. En wij maken dat uitdagend door er obstakels in aan te brengen. Ja, hoe vaak moet het rondje gefietst worden? Dan mogen die deelnemers mogen dat zelf bepalen. Dus wij koppelen daar wel een herinnering aan. In een soort prijskategorie rij je 8 rondes, dan kom je in brons. Rij je er 10, dan heb je zilver. En rij je er 12, dan heb je goud. Ja, en 12 is het maximum? Nee. Het maximum is wat ze binnen de tijd kunt rijden. Dus als deelnemers het halen om 16 rondes te rijden, vinden we dat ook prima. Dan mag dat ook. Ja, dat is zaterdag 17 november. Hoe laat is de start? 15 november. Ja, 15 november. Hoe laat is de start? Dat is van 9 tot 10 kunnen deelnemers zich inschrijven. We hebben ook een Facebook, een eventpagina waar deelnemers zich al aan kunnen melden van tevoren. En van 9 tot 10 is dan de inschrijftafel open. Na 10 uur wordt er gefietst. Ja, na 10 uur en dan is het een gezamenlijke start? Of mag men ook zeggen, nou 10 uur ga ik eerst beginnen met koffie drinken en ik ga om 11 uur pas weg? Na 10 uur dan fietsen we eerst met z'n allen die het parcours af. Dus er komen ook nog wel wat deelnemers buiten Zwolle die de route niet kennen. En die willen we toch even attenderen op een aantal dingen in het parcours. Die obstakels die zijn natuurlijk ook nieuw. Als je de bocht rondvliegt en je komt in één keer in zo'n waterbak terecht, dan kan dat ook weer risico's opleveren. Dus we fietsen eerst om 10 uur fietsen we dan met degene die zich ingeschreven hebben. Fietsen we een ronde over het parcours, zodat het allemaal duidelijk is. En dan gaat het startschot af om 10 uur. Dan gaat het los en dan moet men trachten zoveel mogelijk ronden te maken. Het zou natuurlijk nog mooier zijn voor jullie als het vrijdag ervoor gaat regenen. Dat het lekker blubberen en nat is. Ja, dat gelijk. Ja. Dan wordt het inderdaad een heel blubberig parcours. Zeker op de Westerveldse Berg. Ja, ja, want ik bedoel, het moet toch een beetje een moeilijke tocht worden. Want wat voor fiets moet ik hebben als ik mee wil doen? Je moet hem over een mountainbike beschikken. En al wat enige ervaring op de fiets is wel prettig. Ja, dus met een racefiets waar je een beetje de bos mee in wil, zeg maar het veldrijden, dat is niet geschikt. Nee, het is echt een dikke bandenrace. Ja. Een dikke bandenrace, want gaat het nog een beetje op tijd of zeg je het is vooral ook gezelligheid? Nee, we hebben er niet voor gekozen om het op tijd te gaan, om tijd te laten verlopen. Daarom hebben we ook geen startgroepen. Als je wat je bij een normale motorbike wedstrijd ziet, dit is echt gewoon een techniekparcours. We zetten dat parcours een dag open en we vragen de deelnemers gewoon om rekening met elkaar te houden tijdens het fietsen. Dus wat we absoluut niet willen is dat motorbikers tijdrondes gaan maken op het parcours. Want daar is het parcours niet naar en daar zijn de obstakels ook niet naar. Nee, ik kan me voorstellen als je die oplegger inrijdt met z'n tweeën, dat je elkaar dan in die oplegger niet kunt passeren. Precies, ja. Ja, klopt helemaal. Het Westerveldse Bos bestaat ook uit veel single track. Dat betekent dat je de kleine paadjes waar je elkaar niet kan passeren. Dus dat
dat laten we vrij. Daar willen we geen, geen wedstrijdelement aan toevoegen. Ja, hoeveel deelnemers verwachten jullie? We zitten nu op rond de 20, 25. Wat is de verwachting? Verwachting is dat nogal wat stijgt. We hebben het vandaag op nog een aantal websites gekregen. En verwachting is dat we de 30, 40 wel halen. En dat is eigenlijk wel heel mooi voor deze eerste editie try-out die we dit jaar neerzetten. We hadden ook niet heel veel beeldmateriaal wat we konden gebruiken om het groots weg te zetten. En daar gaan we met deze eerste editie mooi aan werken. Om volgend jaar te kunnen knallen. En ook een heel goed beeld neer te kunnen schetsen van wat wij nou neerzetten met de Bike Challenge in Zwolle. Ja, want het levert natuurlijk mooie plaatjes op dat water en door zo'n oplegger heen fietsen. Ja. Daar gaan we wel vanuit. Ja, heb je nog een... dat wordt op dezelfde dag gehouden. De Tourclub Zwolle, die houdt ook een ATB-tocht. Mountainbike-tocht. De Zwolse Bostocht. Een beetje ongelukkig gekozen, die datum? Ja, dat moet volgend jaar moet dat beter afgestemd worden. Dat is inderdaad... We hebben daar niet... We hebben geen vooroverleg met ze gehad. We kwamen daar later achter. Het is natuurlijk wel zo dat de Zwolse Bostocht, dat is echt een toertocht. En wij bieden een klein technisch parcours aan. Dus het bijt elkaar niet helemaal. Maar het is wel leuk om samen het mountainbiken op de kaart te zetten in Zwolle. En we missen nou ook een aantal deelnemers van Zwolle. Dat vinden we ook jammer natuurlijk. Ja, en dan missen misschien een aantal deelnemers van ons bij de Zwolse Bostocht. Ja, want dat Westerveldse Bos, dat rondje, daar is al eens veel meer op gefietst met motorbikes in het verleden. Ja, zeker. Ja, daar hebben hele mooie wedstrijden al plaatsgevonden. Ja, wat dat betreft moet het er weer een beetje daar naartoe. Maar eerst met hindernissen, fietsen met hindernissen, daar kunnen ze volgende week zaterdag de 15e terecht. Hoe laat? Precies. De 15 en 9 uur. Van 9 tot 10 is de inschrijving open. Dan kunnen ze zich aanmelden. Voorinschrijvingen lopen via de eventpagina. En die is op Facebook te vinden. Dus dan kun je kijken op de Facebookpagina van Buitensport Zwolle. En kun je zo doorklikken naar de eventpagina van de Bike Challenge Zwolle. Kijk aan. En dan kan men zelf kiezen hoe vaak men het rondje van 3 kilometer gaat rijden. 8, 10, 12 of misschien wel vaker. Dat mogen ze op de dag zelf bepalen. En na afloop onder de douche en de fiets schoon spuiten? Dat lijkt me wel, ja. Als je een beetje zuinig bent op je fiets en jezelf, dan doe je dat. Dat kan ook allemaal, want waar is de start? De start is ook in het Westerveldse Bos aan het einde van de Kolksteeg. Dus daar heb je de langwerpige parkeerplaats. En daar is de start-finish van het parcours. Ja, maar daar is verder geen douchegelegenheid? Nee, daar hebben we geen, we hebben geen accommodatie waar je kunt douchen na afloop. Nee, na afloop.